Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer aan de slag met voorjaarsbolletjes. Daar heb ik er super veel zin in. Ik vind altijd, je kunt voorjaarsbolletjes op zoveel leuke manieren verwerken. En het is niet moeilijk, dus voor iedereen goed te doen. Maar wel echt heel leuk voor op tafel. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis, dus druk eventjes op die abonneerknop. En blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar het ook naartoe moet, we versturen het gewoon naar je toe. En dan gaan we nu gauw bezig. Zoals je ziet heb ik echt een hele leuke ondergrond, een speelse houten ondergrond met heel mooi, ik denk mango hout of zo, maar in ieder geval een hele mooie kwaliteit. En daar gaan we voorjaarsbolletjes op verwerken. Echt super leuk, want ik vind het altijd leuk om voorjaarsbolletjes uit de potjes te halen, de worteltjes schoon te maken en dan leuk neer te leggen. En dan met de decoratie eromheen heb je echt wel een heel leuk stuk en wat ook lang houdbaar is, dus dat is natuurlijk ook leuk. Dus wat we als eerst gaan doen is de bolletjes even uit het zand halen, eventjes schoonmaken, dus de potgrond eraf en daarna eventjes onder de kraan schoonspoelen. Zo, ik heb de meeste potgrond eraf, dus ik ga ze nou even schoonspoelen onder de kraan. Dan zie ik jullie zo weer. Zo, ik heb de bolletjes allemaal mooi schoongemaakt. De worteltjes zijn ook mooi schoon. Dus het is tijd om het plankje er weer bij te pakken. En wat we dan gaan doen is eigenlijk de bolletjes gewoon verdelen op het plankje. En ze dan een beetje vastleggen met bolmos. Nu heb ik wat grotere stukken en wat kleinere stukken, maar zoals die grote kan je gewoon uit elkaar breken. Is je bolmos nou iets ingedrogen, leg het gewoon eventjes in een bakje met water. Dan trek dat zo bij. Om de plank gelijk een beetje body te creëren, leg ik er ook een mooie amaryllisbol op. En daar tegenaan leg ik dan de bolletjes. En je kan ze allemaal rechtop doen, maar wat ook heel leuk is, is om ze dwars neer te leggen. Geeft juist een heel speels effect. Maar daarin kan je gewoon helemaal je eigen ding doen. Je kan ook de worteltjes er trouwens afhalen. Ik vind het ook altijd leuk om ze er weer op te laten. Dus ik heb er nou een deel gewoon aangelaten. Dat geeft altijd ook een leuk effect. En daartussen verdeel ik dan dus de bolmos. Wat we dan gaan doen is ze vastzetten met touw. Dat wikkel ik er omheen. En het uiteinde maak ik gewoon eventjes vast met een klein knoopje. Zoals je ziet hebben we het nou mooi vast zitten. En nu kan je eventueel nog wat extra mos erbij tussen doen onder het touw. En je kan ook wat extra decoratie toevoegen. Ik gebruik hiervoor verschillende materialen. Je kan het dan vastzetten weer net onder het touwtje. Dus als je het touwtje even opbeurt en hem daaronder legt. Ik heb nog wat mooie houtjes. Ik hou het allemaal wel een beetje in een natuurlijke stijl.
En op deze manier kan je op een hele stoere, makkelijke, maar hele leuke manier voorjaarsbolletjes verwerken. Echt super leuk om op tafel te leggen. Als je hem wat beter vastmaakt, dus echt zorg dat de bolletjes echt heel goed vastzitten. Dan kan je hem ook eventueel ophangen. Dat is ook heel erg leuk. En je kan natuurlijk de voorjaarsbolletjes ook omwikkelen. Dat laat ik ook wel zien in de video van het kastje. Dat zijn een paar video's terug, dus dat zou je eventueel ook kunnen kijken. Dat is ook echt super leuk. Dus je kan zo'n schaal eigenlijk plaat, hout... schijf kan je op een hele leuke manier kan je dat opmaken. Dus ik hoop dat jullie dit wel een leuke video vonden. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, vind je onder kopje cursuspakketten. Laat eventjes hieronder weten in de reactie wat je van deze video vond of wat je nog graag wilt zien op dit kanaal. Er komen nog heel veel leuke video's aan, maar misschien hebben jullie speciale wensen. Binnenkort komt de pin ook weer binnen, de industriële pin. Dus was vorig jaar echt een toppetje. En ik heb weer een heel leuk idee ermee en ik kon ze weer binnenkrijgen. Dus ik ben er echt super blij mee en ik heb ook heel veel zin om weer nog meer video's aan jullie te laten zien. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken en zien jullie bij de volgende keer weer. Doei!